dat ze elkaar af willen maken, prima. Maar denk ook even aan de medemensen met kinderen en alles. Maar die gasten hebben gewoon geen pardon. Nee, aan de buurtbewoners zullen de schutters niet hebben gedacht als ze rond 11 uur gisteravond het vuur openen. Ze mikken op de inzittenden van een Mercedes die op de burgemeester Vening Mijnenslaan in Slotermeer staat. Wij zaten televisie te kijken. Eerst dachten we dat er een auto ergens tegenaan reed. En toen ik ging kijken, toen bleek het, reden er twee jongens met een brommer langs. Op die scooter gaan de twee schutters achter de Mercedes aan richting de Wildzanglaan. Dus ja, dan ga je toch even buiten kijken, want je bent al Amsterdam, dus je bent ook best wel een sensatiebak. Zo is het nou eenmaal. En daar blijkt een aantal kogels door deze donkerkleurige Suzuki van een buurtbewoner gevlogen te zijn. Eén voorband was kapotgeschoten, kogel door het achterzijraam naar achteren geschoten. Daar zat best wel een groot gat in. En vanmorgen zagen we dat er ook een schramschot op onze eigen auto terecht is gekomen. En ook vanmiddag zocht de politie met metaaldetectors nog naar sporen van de schietpartij. Van zowel daders als doelwitten ontbreekt nog ieder spoor, net als van de Mercedes of scooter. De politie roept getuigen op zich te melden. Ik woon hier al meer dan 50 jaar, maar dat heb ik nog nooit meegemaakt. Ik weet dat hier nou allemaal gaat gebeuren. Het wordt een beetje angstig.